Een wel hele rustige kermis vanmiddag in Dordrecht. Speciaal voor mensen met welke vorm van autisme dan ook. Geen gekrijs, geschreeuw en harde muziek. Een initiatief van het bureau opvangbegeleiding autisten, BOLBA. Men praat in de volksmond over de autist. Nou, die bestaat niet. En er zijn heel veel mensen die gewoon heel erg last hebben van alle geluiden, alle geuren, al het licht wat binnenkomt. En op een dusdanige manier dat mensen eigenlijk gewoon een kermis niet kunnen bezoeken. Waarom is dat lekker dan, die stilte? Dan heb je eigenlijk niet van die drukke muziek aan je hoofd en zo. Nou, het geeft minder prikkels. En het is toch dat je jezelf ontspant. Dit mag wel één keer per jaar eigenlijk. Niet te vaak, want het moet wel speciaal blijven. Als het herrie is en alle lichten en toeters en bellen, dan zijn ze snel moe, willen er niet heen, is te druk. En dit is leuk. Is het thuis ook altijd stil bij u? Het is thuis bij ons wel rustig en stil en opgeruimd. En dan is er het speciale VIP-pakket voor de kermisgangers vanmiddag. Er zit een consumptiebon in en een kortingsmunt en nog wat kortingsbonnen. Dus dan kunnen mensen lekker naar de kermis. Ik denk dat ik even bij de bosauto's ga kijken. En misschien even blikken gooien, altijd leuk. En misschien in de funhouse, dat in waar je die trap op moet. En een beetje rondkijken. Wel raar, maar eigenlijk wel heel leuk. Een kermis zonder al die toeters en bellen en al die klerenherrie. En Kai zit inmiddels in de botsauto, zie ik. Hé, hey Kai, leuk? Gaat hij goed? Hé, hey, veel plezier, hè? En zo gaat dat met autisten. En het probleem is veel groter dan wij denken, zeggen belangenorganisaties. Ja, het probleem is groot. 1 op de 100 mensen is gediagnosticeerd met autisme. En 1 op 20 mensen heeft daar trekjes van. Met minder of meer problemen. En ach, wat nou geen prikkels. Het blijft kermis.